post vandaag voor de inwoners van de Beverwaard. Brief van de gemeente Rotterdam, omwonenden van het AZC Rotterdam. Nou, we gaan eens kijken wat daar... in feite wordt het huurcontract gewoon opgezegd. Het AZC gaat dicht? Het AZC gaat, zoals afgesproken, gaat het dicht. Het AZC in de Rotterdamse Beverwaard, hier achter me, gaat per juli volgend jaar definitief dicht. Dat hing al even in de lucht, maar is nu zeker. De mededeling dat er een asielzoekerscentrum zou komen in oktober 2015 zorgde voor heel veel heftige reacties. Maar toen het er eenmaal was, werd het eigenlijk al vrij snel stil. Het is gaan bouwen en het is er neergezet en er zijn mensen ingekomen en dat was het eigenlijk. Zijn de bewoners ooit onderdeel geworden van de wijk hier? Nou, dat idee heb ik niet heel groot. Nee, niet heel groot. We zien natuurlijk wel de kinderen elke dag hier over de Rijnhouwer Singel fietsen naar school toe. Want ze hebben hier ook een school opgericht voor die kinderen. En dat gaat, naar mijn mening, gaat dat hartstikke goed. En dat zijn de enigen die je in de wijk ziet. Ik heb er geen last van die mensen. Maar ik heb er ook geen gemak van. Ja, aan de ene kant denk je, het heeft wel lang genoeg geduurd. Een heleboel mensen die vonden het natuurlijk vervelend. Maar ik heb er weinig last van gehad, moet ik zeggen. En ik vind wel dat de gezinnen zeker opgevangen hadden moeten worden. En dat is misschien ook wel gebeurd. Maar als je ziet hoeveel jongelui en hoeveel alleenstaande mannen, dan denk ik van, die horen hier niet. Ja. Dat is mijn mening. In het begin dacht ik, dat is een mooi gebied, we zitten hier allemaal zo dicht op elkaar. Waarom maken ze niet een beetje leuk groen van? Iets van waar mensen een beetje kunnen wandelen. Je zit hier echt boven op elkaar. Vind je ook niet? Wat er op deze plek gaat komen na de zomer van 2021 is nog niet zeker. Het kan zijn dat de RET er een groot buscentrum gaat bouwen. Het kan ook zijn dat er parkeerplekken komen voor het nieuwe stadion van Feyenoord. En het kan ook zijn dat er een woonzorgcentrum komt. Of misschien een combinatie van alle drie. We gaan het zien.